FC 25 is officieel uit en dus kunnen we aan de slag in Ultimate Team om een zo goed mogelijk team te bouwen. En ieder jaar gebeurt het weer. Je maten hebben na een week al een ongelooflijk ziek team, hartstikke veel coins en jij speelt met dit team. En daar gaan we vandaag verandering in brengen. Dit is de perfecte video voor al je tips om een zo goed mogelijke start te hebben in FC 25. Wanneer je voor het eerst FC 25 opstart, kun je een land kiezen. Spanje en Engeland zijn de slimste keuzes, maar wij pakken natuurlijk Nederlands, want we zijn Nederlands. Het is eigenlijk heel simpel. Daarna mag je kids gaan uitkiezen en het is belangrijk om hier slim over na te denken. Kies de kids van de beste teams, de meest bekende teams, want deze items zijn vaak nog best wel veel waard aan het begin van de game. Hetzelfde geldt natuurlijk voor je club icon, ook daar kies je voor een zo goed mogelijke club. Tenzij je toevallig het icoon krijgt van je favoriete club natuurlijk, dan moet je die lekker pakken. Kan mij niet schelen. Je team, dat is momenteel nog niet zo heel goed. Maar je kan wel een high-rated loan pakken. Zo high-rated zijn ze alleen niet, dus verwacht er niet te veel van. En daar zitten we. 0 coins, een gloednieuw Ultimate Team. Gelukkig krijg je welcome backpacks als je vorig jaar gespeeld hebt. Heb je niet gespeeld vorig jaar, dan heb je dikke vette pech. En dan zit er maar één ding op en dat is squad battle potten gaan spelen offline om de game een beetje te oefenen en je allereerste coins te krijgen. Je opent je welcome backpacks. Hier kunnen een aantal hele dure spelers in zitten die je meteen 50.000 coins geven, maar over het algemeen gebeurt dat niet. Ga ervan uit dat je ongeveer 6.000 tot 10.000 coins krijgt als je alles verkoopt wat in deze welcome backpack zit. En verkoop ook echt alles, jongens. Doe dat nou gewoon. Je hebt de coins keihard nodig voor een beter team. En ga je dan nu na die welcome backpacks al een team bouwen? Nee, het meeste is verkocht, dus zoveel heb je nog niet. Heb je nou de Ultimate Edition gekocht? Dan krijg je 4.600 FC points. Wat je daarmee kan doen, zijn verschillende dingen. 1 is 7,5 capex openen. 2 is de draft. 3, je spaart de FC points op en doet er evoluties mee wanneer je kan. Evoluties is een hele leuke manier om spelers te upgraden. Je begint met een basiskaart. Nou, laten we zeggen dat dit Dumfries is. Je speelt er een paar potten mee en hij upgrade naar een betere versie van Dumfries. Hartstikke leuk. Soms zijn ze gratis, soms kosten ze geld. Kun je coins uitgeven of FC points. En dan is FC points wel een hele goede optie. Maar wat ik kan aanraden is gewoon lekker 7,5 capex gaan openen. Alles wat een beetje duur is verkopen. Op zijn minst 30.000 coins opbouwen. Maar waarschijnlijk zal dat richting de 40, 50.000 gaan. Pet je één goede speler. Dan zit je meteen over de 100.000 heen, dus op zich helemaal geen gek idee om te doen. En ga je dan een team bouwen? Nee, nog steeds niet. Wacht er nou gewoon even mee, jongens. Jullie hebben echt geduld nodig. Als je een goed team wil, dan moet je gewoon even wachten. De volgende stap zijn SBC's, Squad Building Challenges. Je moet beginnen met de Foundation SBC, dat is de allereerste. Doe je deze niet, dan krijg je geen toegang tot alle SBC's die door het jaar heen uitkomen. Dat zijn er echt heel veel en sommige zijn echt heel erg interessant om te doen. Want ze kunnen je heel veel goede spelers geven en heel veel coins. Die Foundation SBC's, die ga je allemaal doen. Soms moet je wat coins uitgeven. Vaak kun je het uit je club doen, dus geef niet te gek veel uit. Wees echt voorzichtig met je coins. En voor je het weet, pak je hier en daar een leuke speler. Ben je nou halverwege die Foundation SBC's en heb je geen coins meer, dan moet je op gaan passen. Hou altijd op zijn minst 800, 900 coins over. Want die heb je nodig om meer coins te krijgen als je bijna niks meer kan. Koop een speler die ongeveer 950 coins waard is. Probeer hem te snipen op de markt voor 600 coins of bied op hem voor iets minder. En verkoop hem dan door voor waar hij voor op zijn minst voor verkoopt, ze buy now. En op die manier kun je 200, 300 coins winst pakken per kaart. Misschien zelfs meer afhankelijk van het moment dat je het doet. En voor je het weet heb je weer 10.000, 15.000 coins. En kun je verder met die SBC's. Nou, alle foundations zijn af en je hebt een prachtig team staan. Het is eindelijk tijd om potjes te gaan spelen. Nou, zoals je kunt zien heb ik alle Foundation SBC's op dit account gedaan. En ik ga jullie even het team laten zien dat ik daardoor heb kunnen bouwen. Het is aanzienlijk beter dan het team waarmee we begonnen. Met uitzondering van Pedro Porro die ik heb moeten kopen zijn alle spelers gepackt. We hebben Udogi, een van de beste linksachters uit de Premier League. Diaz met een absurd goede kaart. Ook Thuram is helemaal geen slechte spits. En we hebben een 87 Rice, 87 Maignan en 86 Ronaldo in het team staan. Eigenlijk is dit een perfect team om mee te gaan beginnen in Div Rivals, in Squad Battles en ga zo maar door. En de gameplay is dit jaar iets anders. Je hebt een nieuwe game mode, Rush. Hierin speel je 4 tegen 4. Je bestuurt maar één speler op een kleiner veld en het doel is om gewoon te winnen. Enige nadeel is als je met random mensen speelt, is dat ze de bal vaak niet afpasen en dat het heel frustrerend kan zijn. Uitspel. Jongens. Echt. Slaan we neer. Rush is zo ongelooflijk
Frustrerend. Dus zorg er wel voor dat je wat vrienden hebt waarmee je dit kan doen. Daarnaast heb je natuurlijk squad battles, die kennen we allemaal. Rivals kennen we ook. En zoals je kunt zien, divisie 5 al. En ik heb nog geen pot gespeeld. De reden hiervoor is dat je dit jaar in een divisie geplaatst bent afhankelijk van hoe goed je vorig jaar was. Dus zat je in divisie 1, dan begin je nu in divisie 5 of 4 of 3 afhankelijk van waar je geëindigd bent in FC 24. En zo kunnen wij dus al beginnen in divisie 5. Klinkt heel leuk, maar het betekent ook dat we niet even lekker makkelijke potten hebben aan het begin om goed te oefenen en goed te wennen aan de game. Nee, we worden meteen tegen goede mensen gegooid. En ook FUT Champs bestaat natuurlijk nog steeds. De kwalificatie is dit jaar wat anders. In plaats van 10 potten heb je er maar 5 en je moet er 3 van de 5 winnen. Dus meer dan 50% van je potten moet je winnen om je te kwalificeren voor de Weekend League. Maar mocht je je kwalificeren voor de Weekend League, dan worden die rewards wel heel erg goed. Als jij 10 van je 15 potten wint, dan krijg je een tradable 83x10 pack, jongens. Ja, dat is echt insane. Op zich is 10 potten winnen van de 15, want er zijn er nog maar 15, niet zo heel moeilijk. Dat staat gelijk, denk ik, aan ongeveer 14 wins pakken met 20 potten. Ik denk persoonlijk dat dat best wel realistisch moet zijn. Dus ga er zeker weten voor spelen. Wil je goede rewards en veel coins pakken? Hier kunnen zoveel dingen in zitten. Je krijgt zelfs een base hero pack. Het is echt ongelooflijk. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst kwalificeren voor de Weekend League. En om dat te doen moet je eerst Division Rivals gaan spelen. Daar krijg je punten voor, 3 punten per win. Je moet op zijn minst 15 wins pakken voor de tweede set aan rewards. Nou, in mijn geval zou ik daar al 25.000 voor krijgen. Een tradable mega pack, een tradable 75x10, dan nog een 75x25. Nou ja, op zich helemaal niet gek natuurlijk, maar dan moet je wel 15 wins verpakken in de week. Dus je moet op zijn minst 2 of 3 wins pakken per dag. Ah ja jongens, daar moet je wel maar net zin in hebben. En dan nu wat extra tips van Meester Jitsen. 1. Pas op met je coins. Geef ze niet uit aan elke SBC die je kan doen. Wees er een beetje voorzichtig mee, want coins zijn schaars. 2. Pas op met de spelers die je koopt. Sommige spelers zijn in het begin heel erg duur, terwijl er een goedkoper alternatief is die je in SBC's kan gebruiken. Tip 3. Heb een beetje plezier met je teams. Probeer niet altijd alleen maar het beste te maken, maar ook gewoon wat je leuk vindt. Uiteindelijk zorgt dat ervoor dat je veel langer plezier hebt in het spelen van de game. Tip 4. Check dus in welke divisie je zit, want het kan zijn dat je in divisie 5 of zo begint. Tip 5. Evoluties zijn een geweldige plek om je team mee te upgraden. Mocht je nou niet weten wat je wilt doen met FC points of je wilt er hier en daar eentje kopen, stop het niet in hun tradable packs in de store. Gebruik het in evoluties, want die spelers ga je gegarandeerd meer gebruiken. En tip 6. Check altijd de prijzen van de spelers in je verhandelbare packs. Zeker in het begin van de game, want soms zijn ze echt 2, 3, 4.000 coins waard, terwijl je het eigenlijk helemaal niet door hebt. En dan zijn er nog een paar laatste dingen om jullie te vertellen. Check je objectives, want zoals je kunt zien, ik moet Rush spelen voor een aantal hele goede packs. Ik moet best wel veel winnen, maar dat maakt niet uit. Die is heel interessant om te doen. Daarnaast zijn er uiteraard weer een aantal milestones die je heel veel hele goede packs gaat geven. Het kan zelfs zo zijn dat je 100 KP's krijgt. Bijvoorbeeld voor het scoren van 250 doelpunten of het geven van 400 assisten. Dat zijn hele zieke packs die je heel erg goed kunnen helpen. Ook het seizoen is een klein beetje veranderd. Momenteel krijg je rewards voor in allerlei game modes. Career mode, pro clubs en Ultimate Team. En dat betekent dat je om season points te krijgen niet alleen maar Ultimate Team hoeft te spelen, maar ook andere game modes kan doen die je rewards geven, die je goede packs geven. En zo probeert EA iedereen een beetje in alle game modes te krijgen in plaats van dat ze alleen maar focussen op Ultimate Team. Goed om rekening mee te houden, want als jij dus bijvoorbeeld naar het einde van de ladder wil gaan en wat is het, level 30 gok ik dat het tot gaat. Ja, verder nog zelfs, verdomme. Wat een hoop levels. Level 40 wil halen en die 87x3 pack wil krijgen. Ja, dat is dan allemaal leuk, maar dan moet je dus meer doen dan alleen maar Ultimate Team spelen. En dat is hoe je een zo goed mogelijk begin gaat krijgen in FC 25. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren, te liken en te reageren. En dan gaan we er een geweldig prachtig mooi jaar van maken. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.